Goed, namens de stad Lommel kan ik u de informatie geven waarover wij op dit moment beschikken. Zoals geweten is, zijn er in het ongeval 6 volwassenen en 22 kinderen betrokken, dodelijk betrokken. Uit onze contacten, ook met Heverlee, weten wij dat er in Heverlee 16 kinderen contact hebben gehad met ouders of familie. 8 kinderen is niks over geweten. Voor onze school hier in Lommel betreft het 4 kinderen. Dus dat wil zeggen dat wij op dit moment over 18 kinderen geen informatie hebben. Van onze twee volwassen begeleiders hebben we op dit moment geen officiële bevestiging. We weten dat er 6 volwassen gestorven zijn, maar we hebben geen bevestiging of dat onze twee volwassen begeleiders betreft. Wat de kinderen hier betreft op school, van de 22 kinderen, kan ik u meegeven dat er 9 kinderen van de Nederlandse nationaliteit zijn. Het is niet geweten of zij bij de slachtoffer zijn of niet, maar er zitten hier 9 Nederlandse kinderen waarvan 1 kind in Nederland woont en de andere kinderen wonen hier in de wijk, want we zitten hier in een grensgemeente. Er is 1 kind met de Duitse nationaliteit en dus 12 kinderen met de Belgische nationaliteit. Op dit moment is het zo dat de ouders aan het inchecken zijn op Melsbroek. Er zijn 2 mensen van de school en de burgemeester die meereizen naar Zwitserland. Zij gaan rond 1 uur vertrekken richting Zwitserland en vliegen dan naar Genève. En zij zullen dan verder met de bus naar Sion gaan om daar meer informatie te krijgen. Op dit moment hebben wij dus geen enkele naam van een slachtoffer hier aanwezig. En ik heb het ook eerder meegedeeld, wij geven enkel de namen van de kinderen op de bus mee aan de officiële instanties. Dat is op verzoek van de ouders die we nog gesproken hebben voor het vertrek. Dus zij willen niet dat de kinderen hun namen via ons in de pers komen. Dus wij geven geen lijst van kinderen die op de bus zaten. Wat kan ik u voor de rest nog meedelen? De Nederlandse overheid is ondertussen ook aanwezig met een rampenambtenaar en een consul. Die zijn ook hier omdat er dus toch wel wat Nederlandse kinderen in het ongeval betrokken zijn. Maar nogmaals, we weten niet of zij bij de slachtoffers zijn. Wij zijn achter de schermen ook bezig met een aantal zaken voor te bereiden, want we krijgen heel veel steunbetuigingen, heel veel vragen vanuit de gemeenschap. Lommel is een klein stadje en dus het is hier een stad waar iedereen kent. En dus we krijgen heel veel vragen, dus wij gaan natuurlijk ook een rouwregister en dergelijke. We zijn aan het voorbereiden, dat gaat later geopend worden, maar dat doen we pas op het moment dat we de namen van de kinderen kennen en van de volwassen slachtoffers. En er wordt hier ook aan de school een plaatje voorzien waar mensen iets kunnen achterlaten.